Goedenavond allemaal. Hier ben ik weer, Freddy. We zijn alweer bij dag 9 van de kalender, van de adventkalender. Ja, het is hartstikke leuk om het natuurlijk open te maken. Ik weet niet of jullie hem ook hebben, of een andere wellicht, want er zijn er nog meer. Met van knutselen natuurlijk, adventkalenders. Maar ze zijn er ook van wijn, van bier, van nou is het geen parfum, maar een ander merk. Rituals, ik weet niet of je dat mag noemen, maar goed. Het is natuurlijk echt helemaal leuk om elke dag een pakje open te maken. Maar wij gaan de Gumiapan kalender openmaken weer. Het is een, wel een groot ding. Nou, ik ga het meteen doen, want ik ben hartstikke nieuwsgierig. Hey, kijk, een hekje. Een hekje en een houdertje. Nou, ik ga hem even uitstansen. Ik heb hier nog een stukje. En ik had natuurlijk eigenlijk bedacht om iets te maken ermee, meteen. Maar, lastig om het zo even nu meteen te doen. Ik heb wel een idee, maar... een beetje lastig, denk ik, om nu uit te voeren. Dus ik denk dat ik dat nog een andere keer ga doen. Ik ga even stansen, dus ik maak weer een beetje lawaai met mijn elektrische machine. Nou, dit is dus zo'n dingetje in het midden, denk ik. Die even er allemaal uit. Ik denk dat het wel handig is om hem nog een keer te doen. Dat je dan ja, wat is het? Een hek wat je gebruikt voor in de wei. Een paardenhek of iets, of weet ik het, een koeien. Kan natuurlijk ook gewoon voor je oprijlaan. Ik ga hem nog een keer doen, want dat is wel leuk om te laten zien. Weer even al die dingetjes eruit halen. Kijk, die scharniertjes, zeg maar, die zitten ook gewoon helemaal los. Kijk, dan heb je hem zo. Zo sluit het. Nou, moet je zien hoe leuk. Nou, ik ga dus wel even een kaartje ermee maken. Maar dat duurt dan te lang, want ik wil het met inkt iets gaan doen. En dat wordt het filmpje natuurlijk veel te lang. Dus als ik hem af heb, dan zal ik het kaartje posten met het hekje. Of in deze reacties of een apart bericht. Maar dat zien we dan nog wel. Het komt goed. Nou, dit was in ieder geval dag 9. Morgen is Kim weer aan de beurt. Die gaat naar dag 10. Dus veel plezier allemaal weer met kijken morgen bij dag 10. En mij zie je weer over 2 dagen, over 3 dagen. Tot de volgende keer!